Ude in Wanf de Moro, mooi tuin voor Sranang. En bijna ik kan tak Wanf de Moro, mooi tuin voor Akaraibisch gebied. En lang apprecieren ude in a tuin te doen, omdat vorige week hoe je dat de man start, of hoe je ook dat de man start, voor klimaattuin, voor vrijatuin, voor charatuin, kort op een niveau. Dus die de agunu apprecieren voor koluku in a tuin. Even werkelijk een onderhoud waka. En wat we tot nu toe zien is dat de mensen heel hard hebben gewerkt en bijna if you want don't just so if you can do go free. I can sribi go free. Une charisma fu kon do bepaalde san in de palmetuin, maar we promote de palmetuin om batu sap ta ka presidis na principe I ka kos do na ngai lover. De straat. De straat. Ta pasra ki ala san de straat. In mijn hand heb ik een geweldig product. Een CD met 8 tracks. En Timmy Luku de Manso bijna met je bruid, met je dissi, met je datti. Maar onder de titel van Vreemde Geluiden. Hier in de Palmetuin hoor je ook hele leuke en gezellige geluiden. Alhoewel ze vreemd zijn, want in de heren en in Osso. Maar Vreemde Geluiden klinkt nogal zo anders, zo spannend. Ja, Luku, mijn ootak me was strati, man. Ik kom in een strati en mijn vader Sanego. Sinds mijn 13e jaar ben ik met mijn gitaar begonnen, met instrument bespelen. Mino Koryu, nou een sansa, het tast me ati en Mino Kori ai vierboen. Dus sinds mijn 13e jaar me play apoko. Ik heb zoveel bands gespeeld en Mino Koryu, de maastere viertak, hey, aboye mek moiti, ai doan sani. Maar in 2015 ben ik begonnen met muziek schrijven, ik bedoel lied schrijven. Dus dat heb ik ontdekt, misrefi, heel trafasitak. Hey, ik kan meer dan wat ik denk. Je sabi toch? Dat ik verdiep misrefi in een systeem, dat ben ik gaan schrijven. Apoku vreemde geluiden, mi meka apoku, omdat... nou een matief mi gima heer tori dat hij. Amman ben je zo gestrest, je sabi, ik geliefde ben li ben gweda. Maar ik koi ri bakatora rika, ik koi ri gwena tapaburoki. Dus dat daman doro... Jompo. Amin ana bigi boroki ap ti boroki bakatera tu was left dey jump to na fire jang by fi sap shwe you know dey na be okay dus da amagi matori mar eigenlijk de vreemde geluiden sami be wan sing eigenlijk mino por den kon want na in mi drink mi be kiss bepaalde woord to bepaalde taki pe mestak hey this jason zij takken aan mij, ik ging bepaalde ze, dus dat ik vroeg bij. Maar dat ik zo raam takkie, oké, maar dat ik koeri door, dat ik zei bij vieren. En dat ik nu koeri, om me zo takkie mee bij jere, dat ik jere, doe dit, doe dat, maar bij jere, want to steen toe, sabi kachare kon tot rust. Daarachter in de nacht, bij Torari, volgde ik mijn schaduw. Die mij naar de rivier toe leidde. Yeah. Ik was hopeloos, eenzaam, verdrietig, zelfs gek aan het worden. Om mijn geliefde die mij heeft gelaten. Yeah. Ik hoorde vreemde geluiden ineen. De geluiden mijn ziel kon redden, ook die mij het gevoel gaf van vreugde en rust. Maar liefde voor mij blijft een vraag. Liefde voor mij blijft een vraag. Dus, mij heb ik below. Wat heb je steeds gezien aan je of de takifu of de palombo fado? Dus bijna een geluid komoro. Is mi no basap samim taki yogo. Chale lekon me sheke yu de de be me lost mi ende ma yugwe fudi ali ki sama sheke de bumomi dati chai pati kon fudi mi na bien koni me ke na mo ke mi ayu safu. Sai dem ya me miti so, kadu langa vana kim. Ayu an sa ye pi mi, fukaru me fi.
No de yo fi kamigwe, me aksi mi se fe fom salobi baka. Di kam yakin no be meke fustafu. Mati kon kol yo, fute yo bibi taki mi alobi yo, a mi wane fi. Contact is hier aan de straat. Honderden verpleegsters een bereidsverklaring in ontvangst namen. En dat gebeurde niet zomaar. Je bereken de zuster, ik val op de straat. Dat is mijn struggle om mijn jaren ook te voeren. Actie dat ik bij mij liep, mijn sap, if de moko jagi mi gwe lek occupant. Dus ik ga aan het man kies aan Ashen dat hij. Make me set de papieren. Abisoina Raoul was daar aanwezig tijdens het uitreiken van de grondpapieren. En daarover hebben we het volgende verslag. Veel succes en het gaat u goed. Voor u ook heel veel succes. En ik hoop dat u er heel nuttig gebruik van kan maken. Zodat u en uw gezin er heel veel vruchten uit kunnen halen. Alsjeblieft. Het is een heel lang traject geweest als ik eigenlijk vanaf het begin moet beginnen. We moesten eigenlijk een stuk terrein identificeren. En ik mag de huidige directeur van SPSB, die was ook dan toen minister. Die heeft in zijn periode als minister een terrein opgekocht van de familie Karamatali. Maar natuurlijk niet in persoon opgekocht, maar via de overheid. En het is een eigendomstuksterrein. En minister Rieleveld die kwam als minister en die zei van... altijd, we zijn aan het zoeken. En die zei, oké, ik heb opkomen wenen, een 84 hectare. En kijk, dit mogen jullie hebben als verplegende. Na een traject van zeker 4 jaar te zoeken en te lobbyen voor wat we nu eigenlijk hebben gehad. Dus we zijn begonnen met minister Rieleveld. Ik mag zeggen, echt een grote dank aan minister Rieleveld. Hij is er vandaag niet meer. Maar de tak heeft masma doei boong in takken toe. Want hij heeft bedoemi ook grimibo takken. Dus minister Rieleveld, die was er ook altijd daar voor ons. Minister Samsudin is gekomen als moeder. Is dat een vrouw of niet dat nou mama? Als moeder heeft ze ons omarmd, ons begeleid. En uiteindelijk ons geholpen vandaag dat we de bereidsverklaringen hebben uitgegeven. Gereikt aan de mensen. Het was niet makkelijk. Vooral niet, ik heb het al aangehaald, de mensen zijn eerder teleurgesteld of benadeeld geworden door mensen die bezig zijn met perceelzaken. En dat heeft gemaakt dat ze een bepaalde stap moesten maken. Als u dat aan de voorwaarden voldoet, ook het verhuisbiljet, hè? En het district komen winnen. Gefeliciteerd, alsjeblieft. Vandaag in de krant en vanaf vrijdag lezen we al via de media dat er iets misgaat met de dierentuin. Ik zeg het zo voorzichtig, omdat we een kisafirile capreso tapu, maar if we een mek moeite, dat bijna asani dat chimburuya. Dus piste u jere dat asani apresi fayatumsi, dat ukoluku sana a asani fu dierentuin. Wel, brada homut mitaki grantangi, taki deti denanga akrufu STVS jaso in dierentuin. Lek fau sabi para Mario Bozu. Nou, een principe, hier is een nansma, abi boom memrem, boom herinneren aan. Adoro, dit jaar 28 mei, dat wordt de 15 tattoo jaar, sa dierentuin dus de. 52 wow. Jaar. En ook een taki, nanga braadkanti voor mofo, tak onde trots, tak onhoren zo lang volk dierentuin. En dat want taki, a gemeenschap leveren en bijdragen voor taki, tide ade, takasu. Otap 52 jaar. Maar ube sabi vanaf de oprichting van dierentuin, die zit ook bij abi momenti sang pin swakte ede dan we guebaka loktu dan pin swakte e kombaka. En zo tidena de 2018 un koinoam pin komtaken zo anotaki adoro krimboi, ma ef un no dry anu parboto of unot kariepikon dan. Mi e vredelijk directeur taki wa momenti kandoro taki wa abif bedanka dierentuin fos om het zomaar te zeggen. Piri taki fayet denki en taki san yubo du et yubet bina a okasi. Giri ki falo. De straat.